Hey, welkom bij alweer de derde les. In deze les ga ik jullie leren rappen. En niet zomaar rap, nee, het gaat over pannenkoeken. Maar als eerste gaan we beginnen met een energizer. Succes! In deze energizer zijn er twee soorten rollen. De eerste is iemand die iets vraagt. De tweede is degene die antwoord geeft. Ik ga ze hier allebei leren en dan mag je zo meteen kiezen welke rol jij wil zijn. De eerste persoon die gaat zo meteen aan persoon 2 vragen om een ritme te spelen of een kort dansje te doen. En het gaat als volgt. G-A, ga je gang, ga lekker je gang. Doe maar mee. En G-A, ga je gang, ga lekker je gang. Heel goed. Die zin zingen we in totaal 2 keer. Daar komt ie. 1, 2, 3, 4. G, A, ga je gang. Ga lekker je gang. En G, A, ga je gang. Ga lekker je gang. Bij de tweede zin zeggen we de naam van de tweede persoon. Op deze manier. Hoi, Ellen. Dan zegt de ander zo meteen... Hey, hallo. Dat doen we in totaal 2 keer. En dan klinkt het dus als volgt. Hoi, Ellen. Hoi, Ellen. We gaan zin 1 en 2 achter elkaar doen. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4. G, A, ga je gang. Ga lekker je gang. G, A, ga je gang. Ga lekker je gang. Hoi, Ellen. Hoi, Ellen. Nadat persoon 2 zijn naam heeft gezegd, zeggen wij... Ga lekker je gang. Doe het 2 keer. Komt-ie. 1, 2, 3, 4. Ga lekker je gang. Ga lekker je gang. Nu jullie. 1, 2, 3, 4. Ga lekker je gang. En ga lekker je gang. Heel goed. Dan bij het allerlaatste zingen we nog 1 keer zin 1. En die ging zo. G, A, ga je gang. Ga lekker je gang. G, A, ga je gang. Ga lekker je gang. Persoon 2 die zegt hey hallo. Nadat persoon 1 zijn naam heeft genoemd. Dat had ik net al een beetje verklapt, hè? Daar komt hij. Hey, hallo. Nog een keer. Hey, hallo. Als ik persoon 1 er even voor doe, klinkt het zo. Hoi, Ellen. Hey, hallo. Hoi, Ellen. Hey, hallo. Als persoon 1 dan vervolgens ga je gang heeft gezegd, dan zeg ik eerst no way. Zo van, nee, daar heb ik echt geen zin in. Ga lekker je gang. No way. Nog een keer. Ga lekker je gang. No way. Maar bij de tweede keer denk ik, toch maar wel. En dan zeg ik, oké. Okay. En dat klinkt als volgt. Ga lekker je gang. Oké. Okay. Nog een keer. Ga lekker je gang. Oké. Okay. Dus in totaal, persoon 1 zegt... Ga lekker je gang. No way. Ga lekker je gang. Oké. Okay. Top. Ga je gang. Hoi, Ellen. Hey, hallo. Hoi, Ellen. Hey, hallo. Ga lekker je gang. No way. Ga lekker je gang. Oké. Okay. G-A. Ga je gang. Ga lekker je gang. G-A. Ga je gang. Ga lekker je gang. Het volgende onderdeel is de pannenkoekenrap. En dat bestaat uit 3 stukjes. Het eerste deel is de bodypercussie, wat bij de intro hoort. En de andere 2 delen
zijn net zoals bij de Energizer twee verschillende stemmen. De eerste persoon die gaat uitleggen dat hij een pannenkoek aan het bakken is. En de tweede persoon gaat erop reageren. En hem uiteindelijk ook helpen met alle ingrediënten bij elkaar te zoeken. Luister maar één keer naar het origineel. Hey, doe je mee, man? Wat doe je dan? Beslag in een pan. Doe je beslag in een pan en dan? Dan bak ik er pannenkoeken van. Vet lekker, lekker lekker vet. Hey, doe je mee, man? Wat doe je dan? Beslag in een pan. Doe je beslag in een pan en dan? Dan bak ik er pannenkoeken van. Vet lekker, lekker lekker vet. 1 pannenkoek, 2 pannenkoeken, 3 pannenkoeken, 4 pannenkoeken, hey ho! 5 pannenkoeken, 6 pannenkoeken, 7 pannenkoeken, 8 pannenkoeken. 2 pannenkoeken, 3 pannenkoeken, 4 pannenkoeken, hey, ho! 5 pannenkoeken, 6 pannenkoeken, 7 pannenkoeken, 8 pannenkoeken. Boter, check. Bloem, check. Eieren, check. Bakken, bakken, bakken. Suiker, check. Stroop, check. Spek, check. Ik heb trek. Boter, check. Bloem, check. Eieren, check. Bakken, bakken, bakken. Suiker, check. Stroop, check. Spek, check. Ik heb trek. 1 pannenkoek, 2 pannenkoeken, 3 pannenkoeken, 4 pannenkoeken, hey, ho! 5 pannenkoeken, 6 pannenkoeken, 7 pannenkoeken, 8 pannenkoeken. 1 pannenkoek, 2 pannenkoeken, 3 pannenkoeken, 4 pannenkoeken, hey, ho! 5 pannenkoeken, 6 pannenkoeken, 7 pannenkoeken, 8 pannenkoeken. Het bodypercussieritme gaat als volgt. Eerst sla je 2 keer met je handen op je borst. Op deze manier. En meteen daarna klap je 1 keer in je handen. Dus in totaal gaat het zo. Doe maar mee. En. Nog een keer. Heel goed. Het stukje wat daarna komt is eigenlijk deels hetzelfde. Je slaat weer 2 keer op je borst, maar dan klap je niet in die handen, maar dan knip je met je rechter of je linkerhand, dat maakt niet uit, 1 keer in je vingers. Dus deel 2 gaat zo. Nog een keer en. Doe maar mee. 1, 2, 3, 4. Heel goed. Als ik stuk 1 en 2 achter elkaar plak, krijg je dus dit. 1, 2, 3, 4. Nog een keer en. Om het ritme af te maken, doe je na de snap, klap je nog 1 keer in je handen. Dus in totaal gaat het ritme zo. Doe maar mee. En. Dat ritme herhaalt zich de hele tijd. Je zou het in principe het hele liedje lang kunnen doen. Maar dat is best wel moeilijk. Dus het beste is om het alleen tijdens de intro te spelen. Doe het nog 1 keer voor en dan mag je met me meedoen. In totaal speel ik het ritme 4 keer. 1, 2, 3, 4. Derde keer. En de vierde keer. In een pan en dan bak ik er pannenkoeken van. Vet lekker, lekker.
eigenlijke vijf. 1 pannenkoek, 2 pannenkoek, 3 pannenkoek, 4 pannenkoeken, hey ho! 5 pannenkoeken, 6 pannenkoeken, 7 pannenkoeken, 8 pannenkoeken. 1 pannenkoek, 2 pannenkoeken, 3 pannenkoeken, 4 pannenkoeken, hey ho! 5 pannenkoeken, 6 pannenkoeken, 7 pannenkoeken, 8 pannenkoeken. Boter, check! Bloem, check! Eieren, check! Bakken, bakken, bakken! Suiker, check! Stroop, check! Spek, check! Ik heb trek! Boter, check! Bloem, check! Eieren, check! Bakken, bakken, bakken! Suiker, check! Stroop, check! Spek, check! Ik heb trek! 1 pannenkoek, 2 pannenkoeken, 3 pannenkoeken, 4 pannenkoeken, hey! Ho! 5 pannenkoeken, 6 pannenkoeken, 7 pannenkoeken, 8 pannenkoeken. 1 pannenkoek, 2 pannenkoeken, 3 pannenkoeken, 4 pannenkoeken, hey ho! 5 pannenkoeken, 6 pannenkoeken, 7 pannenkoeken, 8 pannenkoeken. Misschien is je net wel gelukt om mee te rappen met de song. Je kunt proberen natuurlijk om terug te spoelen en ook eens de andere stem te proberen. Ik laat hem zo meteen nog een keer horen. En dan helemaal op het laatste zie je dat ik de ingrediënten heb weggelaten. Je mag zelf, als je dat leuk vindt, een nieuw ingrediënt verzinnen wat jij op je pannenkoek zou willen doen. Ik zou bijvoorbeeld heel graag banaan erin stoppen. Of rozijnen. Wat doe je dan? Beslag in een pan. Doe je beslag in een pan en dan? Dan bak ik er pannenkoeken van. Vet lekker, lekker lekker vet. Hey, doe je mee man? Wat doe je dan? Beslag in een pan. Doe je beslag in een pan en dan? Dan bak ik er pannenkoeken van. Vet lekker, lekker lekker vet. 1 pannenkoek, 2 pannenkoeken, 3 pannenkoeken, 4 pannenkoeken, hey ho! 5 pannenkoeken, 6 pannenkoeken, 7 pannenkoeken, 8 pannenkoeken. 2 pannenkoeken, 3 pannenkoeken, 4 pannenkoeken, hey ho! 5 pannenkoeken, 6 pannenkoeken, 7 pannenkoeken, 8 pannenkoeken. Check! 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 1 pannenkoeken, 2 pannenkoeken, 3 pannenkoeken, 4 pannenkoeken, hey ho! 5 pannenkoeken, 6 pannenkoeken, 7 pannenkoeken, 8 pannenkoeken. 1 pannenkoeken, 2 pannenkoeken, 3 pannenkoeken, 4 pannenkoeken, hey ho! 5 pannenkoeken, 6 pannenkoeken, 7 pannenkoeken, 8 pannenkoeken.